De Oscars. Glitter. Glamour. De dankspeeches. Thank you, thank you, thank you, thank you. En kritiek. Well, I'm here at the Academy Awards. Otherwise known as the White People's Choice Awards. Kijk even mee naar 2015. Mensen vonden de genomineerde acteurs te wit. Met als resultaat deze hashtag. 2 jaar later wonnen onder meer Green Book, Regina King en Spike Lee. En nu, 5 jaar later, maken deze mensen kans op een Oscar voor beste regie. Waar zijn de vrouwen? Eerst even een spoedcursus Oscars. De Oscars, of eigenlijk de Academy Awards, worden uitgereikt door... The Academy of Motion Picture Arts and Sciences. De meeste aandacht gaat uit naar de prijs voor beste film of beste regie. Maar er zijn nog 22 andere categorieën. Actor in a leading actor role, in a supporting role, in a supporting role, animated feature, costume design, documentary film feature, original score, best picture, production design, live action short films, visual effects, adapted screenplay en original screenplay. De duizenden leden van de Academy bepalen wie er een Oscar wint en wie niet. Het zijn allemaal professionele filmmakers, dus acteurs, regisseurs, editors en bijvoorbeeld componisten. Ook lid worden? Dat kan alleen op uitnodiging. Die leden zijn verdeeld in 20 branches en elke branche stemt wie er in zijn of haar veld een nominatie moet krijgen. Als die nominaties bekend zijn gemaakt, kan de hele Academy op alle categorieën stemmen en zo bepalen wie zichzelf een Oscar-winnaar mag noemen. 2020 is het jaar met de meeste vrouwelijke Oscar-nominaties ooit. Van de 209 genomineerden zijn er 65 vrouwen, zo'n 31%. Een record! Vorig jaar was dat nog 25%. En van 2006 tot 2015 ging gemiddeld 19% van de Oscar-nominaties naar een vrouw. Maar of je als vrouw genomineerd wordt, hangt van de categorie af. Neem bijvoorbeeld de categorie... Best Documentary Feature. Daar doen vrouwen goede zaken. Van 2006 tot 2015 lag het percentage vrouwelijke genomineerden nog op 31%. En vorig jaar steeg dat naar 53%. Maar maak je filmmuziek, ben je scenario-schrijver of regisseur, dan is de kans op een Oscar kleiner. In de categorie regie zijn in 92 jaar Oscar-geschiedenis in totaal 455 mensen genomineerd. 5 daarvan waren een vrouw. En hoeveel daarvan zouden er gewonnen hebben? And the winner is John G. Avildsen for Rocky. Steven Spielberg for Schindler's List. Peter Jackson. Lord of the Rings. Guillermo del Toro. The time has come. Catherine Bigelow. There's no other way to describe it. It's the moment of a lifetime. Goed, vrouwelijke Oscar-winnaars zijn dus duidelijk in de minderheid. Maar waarom? Sommigen zeggen die Academy Awards, de club die bepaalt wie genomineerd wordt en wie een Oscar krijgt. 3 keer raden waar die club voornamelijk uit bestaat. Om dat recht te trekken nodigde de Academy de laatste jaren duizenden vrouwen uit om lid te worden. In 2015 was 25% van de Oscarstemmers een vrouw. En in 2019 steeg dat percentage naar 32%. Maar dat zorgt kennelijk niet automatisch voor vrouwelijke nominaties. Er is een hele grote klap gemaakt inderdaad om die Academy steeds diverser te maken. Dus er is wel veel meer aanwas, er is veel meer vrouwelijke aanwas in het algemeen. Maar binnen die regiecategorie bijvoorbeeld veel minder. Ja, wat er in die hoofden omgaat van die mensen individueel, weet je niet of die uit principe op een vrouw gaan stemmen bijvoorbeeld, of juist niet, of vinden dat ze een film een handje moeten helpen bij die Oscar-race. Dus het is heel moeilijk te voorspellen ook hoe er gedacht wordt. In de filmwereld zelf zitten vrouwen ook niet bepaald aan de knoppen. Laten we nog eens kijken naar die veelbesproken categorie. Best director. Van de 100 best bekeken films van 2019 was maar 10,6% van de regisseurs een vrouw. En dat was nog veel ook. In 2007 was dat nog 4,5%. En dat is niet het enige dat opvalt. Vrouwen krijgen na hun debuut minder vaak de kans om nog een film te regisseren dan mannen. En hun carrières zijn korter.
Een belangrijke filmcriticus van de New York Times zei hierover... Ondanks dat de Oscars de films niet maken, beïnvloeden ze wel welke films gemaakt worden. En ik vind dat echt cruciaal. Maar regisseur Martin Koolhoven vindt iets anders. Het was wel altijd zo dat, dat als je een Oscar won, dat je dan meer geld kon vragen. Dat voornamelijk voor acteurs. En dat je meer kansen kreeg als je een regisseur was. Een Oscar was redelijk garantie voor een veel hogere omzet. Daar kwamen mensen op af. Alleen de laatste jaren zijn natuurlijk de Oscars, de status van het beeldje, is wat omlaag gegaan. Ja, er is al jaren is er een steeds grotere kloof tussen wat de prijzen wint en wat het publiek heel graag wil zien. En dus betekent dat ook dat het winnen van een Oscar dat het toch iets minder waard is dan een aantal jaar geleden. En er valt nog iets op aan Oscarfilms. Ze worden gemaakt door mannen, er wordt op gestemd door mannen en ook de hoofdrol gaat vaak naar een man. Zelfs in de enige film waarvoor een vrouw de Oscar kreeg voor beste regie. The Hurt Locker. I was scared. Yeah? Well, everyone's a coward about something. Van de films die in de afgelopen 10 jaar de prijs wonnen voor beste film, was de hoofdrolspeler in 9 van de 10 gevallen een man. En wat je ook wel kan zeggen dit jaar toch, is dat als je kijkt naar de films die wel genomineerd zijn, dat het hele erge mannelijke thema's zijn. En de producenten van Little Women, die heeft ook gezegd van, volgens mij geven mannelijke Oscarstemmers deze film niet eens echt een kans, want het is een film over vrouwen. En ik weet niet of dat waar is. Het enige wat je wel kan zeggen is dat juist dit jaar zie je juist hele erge mannelijke thema's naar voren komen in die Oscar genomineerde films. Dus ik vind dat wel opvallend, ja. En dat beeldje, dat is ook nog een man. Of de Oscars vrouwen echt over het hoofd zien, dat is moeilijk te zeggen. Het lijkt er vooral op dat Hollywood gewoon echt een mannenbolwerk is. In Nederland gaat dat anders. We hebben de neiging om te denken dat ieder Amerikaans probleem dat ook een Nederlands probleem is. En dat geldt hier ook. Soms heb je ook hier allerlei inclusiviteitsdiscussies op fronten waarvan ik denk dat doen wij al jaren heel erg goed. Bijvoorbeeld de man-vrouw verhouding bij de filmmakers. Als je kijkt naar de crew, dan is dat nog behoorlijk scheef. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de laatste Gouden Kalf, is de beste film gewonnen door een film over een vrouw. Geregisseerd door een vrouw en geproduceerd door een vrouw. In Amerika is dat nog nooit gebeurd. Vrouw of niet, zo'n beeldje gaan wij niet winnen met onze nieuwsvideo's. Dus we moeten het hebben van jullie. Like deze video, abonneer je op ons kanaal en tot volgende week.